kijkt naar deze live update van de operatie Nachtwacht. We zijn natuurlijk weer live. We zijn in het Rijksmuseum in de glazen ruimte die om de Nachtwacht heen gebouwd is. Zodat iedereen hier in het museum kan komen kijken wat er precies gebeurt met de Nachtwacht. Daar waar de bezoekers nu volop bezig zijn met het onderzoek naar het prachtigste schilderij van Nederland. Ik heb weer twee onderzoekers straks hier bij me. Als jullie vragen willen stellen, dan kan je die natuurlijk doen. En laat die dan achter in de comments. Anders. Kan ik al? Goed, welkom hier in de glazen ruimte, Katrien en Suzanne. Beginnen we even met de huishoudelijke mededelingen. Katrien, jij bent hoofd science verbonden aan dit project. Suzanne, jij bent als projectleider en schilderijrestaurator ook aan dit project verbonden. Zodat iedereen even weet wie jullie precies zijn. We blikken altijd even aan het begin even terug op de afgelopen week. Dat gaan we ook deze week doen. Kunnen jullie vertellen, wat hebben jullie gedaan deze week? Ik denk de stereomicroscoop. Dat heb je heel goed gezien inderdaad. Achter ons zie je de stereomicroscoop. En eigenlijk wat we doen is, de weken daarvoor hebben we XRF-scans gemaakt van het schilderij. En we proberen die scans beter te begrijpen. Aan de hand van kijken naar het oppervlak en kijken of we bepaalde dingen herkennen. En daar hebben we een heel specifiek voorbeeld van wat we nu kunnen laten zien. Ja, dit hebben we een tijdje geleden al laten zien. Hè? Die veer waarvan we niet wisten dat hij geschilderd was op de helm. Ja, dat is inderdaad een wijziging door Rembrandt. En je ziet hier in de achtergrond inderdaad die veer niet zichtbaar, maar wel in de ijzermap. Ja, en de vraag was eigenlijk, hè, is die veer eigenlijk door in de loop van de tijd veranderd? Hè? Is hij eigenlijk vervaagd? Of heeft Rembrandt hem echt actief weggeschilderd? En daarom, en we zien hem in de ijzermap, we zien hem hier. We zien hier wat witte streekjes. Ja, hier zien we hem vergroot. En dan gaan we eigenlijk met de stereomicroscoop kijken van, hoe zit die verfopbouw daarin? Ja. En dan komen we bij het volgende. Ah. Hier zien we een foto van die stereomicroscoop. Even de maatbalk, dit is 2 mm, dus ontzettend klein. En wat we hier zien we eigenlijk een gelige lijn lopen. En die lijn correspondeert met die lijn die we in de ijzermap zien. Dat betekent dat die gelige lijn de gele verf is, dus die veer is geel geweest. Maar we zien ook dat Rembrandt de achterverf, de achtergrondverf, eroverheen geschilderd heeft. Dus dat betekent dat die veer eigenlijk Rembrandt geschilderd heeft, maar eigenlijk daarna bewust weer heeft weggeschilderd. Ja, want dat kunnen we dus nu zeggen. Het is echt een bewuste herschildering van Rembrandt zelf. Die heeft zich dus bedacht van, ah, die veer moet toch niet daar zitten. Ja, en hij was geel. Ja, ja, want we weten niet zeker als je de ijzermap krijgt, weten we niet zeker welk ijzerpigment dat is. Dat kan wel verschillende kleuren hebben. En nu kunnen we dus heel duidelijk zien dat het een geel ijzerpigment was. Want dat kunnen we met de XRF, wat we daarvoor gedaan hebben, kunnen we niet bepalen welke kleur het heeft. En daarom doen we ook echt die stereomicroscoop om te snappen wat zijn de pigmenten hierin. Ja, en zo zijn dus de mensen die nu achter jullie bezig zijn, zijn ook weer bezig om zoiets wat jullie op die maps hebben ontdekt, om dat weer te kijken van hoe ziet het er dan optisch uit. Ja, dat is handwerk. Dat kost echt heel veel tijd. Dan moet je echt al die oppervlaktes afscannen en goed bediscussiëren. Hoe kijk ik hiernaar? Hoe zit het in elkaar? En dat is wat we de afgelopen week gedaan hebben. Ja. Ik heb een vraag binnengekregen. Een vraag die voor jullie misschien ontzettend voor de hand ligt. Maar die toch voor kijkers nog steeds, die willen dat toch weten. Waar heeft Rembrandt de Nachtwacht op geschilderd? Als kunstenaar had je in de 17e eeuw verschillende mogelijkheden. Je kon op een paneel schilderen, je kon op een metaal schilderen. Maar Rembrandt heeft hiervoor gekozen om op doek te schilderen. Ook natuurlijk vanwege dat grote formaat. En dat kon je gemakkelijker transporteren. En we hebben een aantal afbeeldingen waardoor ik iets meer kan vertellen over het doek. Want je kan het doek nu natuurlijk niet meer zien.
Aan de voorkant zit natuurlijk die verflaag erop die Rembrandt heeft aangebracht. En op de achterkant, daar zit dat bedoekingslinnen erachterop, wat je hier ook op zaal kan zien. Maar hier hebben we de röntgenopname uit de jaren 70. En daar kan je wel, als we inzoomen, kan je eigenlijk die doekstructuur weer zien. En dan zie je niet zozeer het doek zelf, maar je ziet een imprint van het doek in de eerste laag. Hier zien we dat, hè? Hier zie je inderdaad die doekstructuur weer beter zichtbaar. Maar wat je hier ook precies in het midden ziet lopen, is een naad. Dus Rembrandt heeft niet een enorm groot stuk doek gebruikt voor de nachtmacht. Maar hij heeft verschillende repen doek gebruikt. En de aan volgende foto... Genaaid, hè? Nog even, om hier ja, die zijn echt een... De draad waarbij die doeken aan elkaar zo netjes aan elkaar genaaid zijn. Ja, je ziet dat naaisel inderdaad. Hoe moet ik me dat voorstellen? Zat Rembrandt dat zelf te doen? Zat hij zelf met naad en draad die doeken aan elkaar te maken? Nou, ik wil nog even de volgende foto. Ja. Dat je kan zien dat de nachtwacht bestaat uit 3 repen doek. Want in de 17e eeuw hadden ze geen machines om die doeken te maken. Maar werd dat op een handweefgetouw gemaakt. En die weefgetouwen die hadden een specifieke breedte. En je ziet hier ook dat we een specifieke breedte doek hadden. Dus Rembrandt die heeft een grote rol gekocht of zijn atelier of hij heeft dat ergens besteld. En hij heeft daar 3 stukken uitgehaald en die aan elkaar gezet. En de vraag of Rembrandt dat zelf heeft gedaan of dat zijn atelier dat heeft gedaan. Of dat hij misschien dat doek kant en klaar kocht. Daar kunnen we nog niet met zekerheid antwoord op geven. Nee, daar is te weinig over bekend hoe dat ging. Dat weten we nu inderdaad nog niet hoe dat ging in die tijd. Ja. Dan krijgen we ook heel veel vragen over wat er met de nachtwacht is gebeurd tijdens de oorlog. Heel veel mensen willen dat graag weten. Mensen weten dat hij vaak dat hij ondergedoken heeft gezeten. Zo denken ze vaak. Wij zijn daarvoor naar Esther van Duin geweest. Zij is restauratiedeskundige. Zij onderzoekt de restauratiegeschiedenis van de nachtwacht. En zij weet precies wat er in de oorlog allemaal is gebeurd met de nachtwacht. Ik ben Esther van Duin, ik ben schilderijenrestaurator en we bevinden ons momenteel in het ateliergebouw, een apart gebouw achter het Rijksmuseum. En dit is de studio van de schilderijenrestauratie. We weten dat de nachtwacht in ieder geval 25 keer gerestaureerd is. Er zijn een paar hele belangrijke momenten in de geschiedenis geweest. In 1936 was het vernis zodanig verouderd en gekrapeerd dat er duidelijk werd dat het schilderij gerestaureerd moest worden. Dat is niet gebeurd in 1936, omdat het internationaal onrustig was en de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk uitbrak. In september 1939 is de nachtwacht verplaatst naar Medemblik. Dat was een tijdelijk onderkomen. In mei 1940 is het vervoerd van Medemblik naar Castricum. In de nacht van 13 mei op 14 mei is het schilderij op een glaswagen geladen met een dekzeiltje eroverheen. En is het via een omweg naar Castricum gereden. De bunker in Castricum was helaas niet gebouwd voor grote schilderijen. De nachtwacht was er te gast en de ingang was te klein. Dus in het vroege ochtendzonnetje op 14 mei moest het schilderij worden afgespannen op het zand in de duinen en is het op een rol gerold waar al een ander groot schilderij van Cornelis Troost op zat. Hij is daar ongeveer een jaar gebleven. Na dat jaar waren de bunkers die het Rijk zelf bouwde waren klaar en toen is hij verplaatst van Castricum naar Heemskerk. Nog weer een jaar later besloten de Duitsers dat ze de Atlantikwal gingen bouwen en moesten alle bunkers in de duinen ontruimd worden. En toen is de nachtwacht naar de Sint-Pietersberg in Maastricht gebracht, waar hals over kop opnieuw een bunker gebouwd moest worden. We weten dat de nachtwacht zat op een rol en door de washarsbedoeking, de zwaarte van de washarsbedoeking, kon niet doorzakken, was er een gevaar. En we weten dat de supposte, degene die in de kluis aanwezig was, om de paar dagen de rol 180 graden draaide, zodat het gewicht eerlijk netjes verdeeld bleef over de rol. De Duitsers wisten gedurende de hele oorlog waar de nachtwacht was en waar alle schilderijen van het Rijksmuseum waren. We weten niet zeker waarom ze dat hebben gelaten, waarom ze daar nooit hebben ingegrepen. Geen van de schilderijen zijn geroofd in de oorlog. De nachtwacht hoorde bij de eerste groep schilderijen die uit Maastricht terugkwamen naar Amsterdam. Ze werden per schip vervoerd en het moet een heel spannend moment zijn geweest toen het schilderij
uitgerold werd, van zijn rol werd afgehaald en opnieuw opgespannen. En dat gebeurde in juni 1945 op de oostelijke binnenplaats van het Rijksmuseum. Toen was echt duidelijk, dit schilderij moet gerestaureerd worden. In het Rijksmuseum in Amsterdam is sedert de bevrijding één zaal voor het publiek niet toegankelijk. Daar, in alle stilte, is als een alchemist de heer Mertens aan het werk. Het publiek kon niet meekijken, maar wat wel belangrijk was en wat wel nieuw was in die tijd, was dat journalisten werden uitgenodigd om gedurende de restauratie te komen kijken. Dat was echt in het Rijksmuseum, maar ook in Nederland, echt een unicum. Ja, toen mochten er voor het eerst journalisten meekijken met zo'n operatie. Dat was voor toen al heel bijzonder. Zeker, zeker. Maar volgens mij ging het gordijn ook dicht, hè, als er gerestaureerd werd. Dat was in de jaren 70. Dat is de restauratie in de jaren 40. Als jullie, hoe kijken jullie nou naar die beelden van uit de oorlog, van wat er met het schilderij allemaal gebeurd is in die tijd? Nou ja, wij zijn eigenlijk ontzettend blij dat ze zo goed zorg gedragen hebben voor het schilderij. En tegelijkertijd hopen we ook ontzettend dat ons dat niet... Ja, dat ons dat niet overkomt, dat wij dat schilderij uit het museum moeten halen en op een veilige plek moeten. We hopen echt dat nooit meer hoeft voor te komen en dat gewoon de nachtwacht hier in het museum kan blijven. Ja, hij heeft heel lang, jarenlang dus op een rol gezeten. Kan dat zomaar? Blijkbaar kan dat, maar kan dat zomaar schilderij oprollen? Volgens mij was het toen ook geen andere keuze. Het moest natuurlijk vervoerd worden en het is natuurlijk een enorm grote formaat. Dus het is natuurlijk een manier om een schilderij te vervoeren en het wordt ook vaker gedaan. Ja, als je goede voorzorgsmaatregelen neemt en van tevoren goed nadenkt, je moet natuurlijk een grote rol nemen, zodat je hem niet heel klein oprolt, maar een grote rol. De verf lag aan de buitenkant, zodat de verf niet gaat barsten. Zo min mogelijk spanning in schilderij krijgt. Als je allemaal van dat soort voorzorgsmaatregelen neemt, dan kan je een schilderij oprollen inderdaad. Ja. Dan hebben we ook heel veel vragen gekregen van mensen die willen van alles weten over wat er in 1975 met het schilderij gebeurd is. Nou, dat gordijntje dus. Ja, precies. Ja. Nou ja, toen was het iemand die totaal gestoord was, maar die heeft scheuren in het schilderij gemaakt met een mes. Daar was goed dus ook een afbeelding van. Kijk, hier zien we dat. Dat is natuurlijk... Als schilderijenrestaurator is dit je ergste nachtmerrie, kan ik me zo voorstellen. Nou ja, en ik kan me een klein beetje inleven in die mensen die daar staan. Ja, de restaurator van dienst destijds, Luitzen Kuiper. En daarnaast de oud-directeur, die in de tijd van Mertens, de man die je in het vorige filmpje zag, conservator was. En die dus ook die vorige restauratie van heel dichtbij had meegemaakt. En om dan te zien dat dat je schilderij eigenlijk vernield is, Ja, dat is bijna ondenkbaar hoe erg dat moet zijn. Dat is echt afschuwelijk. Ja, ja. Want je kan het nog steeds zien op het schilderij. Nee. Absoluut, ja. Ja, we hebben ook een afbeelding van hier. Ja, je ziet hier een detail boven het hondje. En je ziet hier eigenlijk een soort ei. En dit zijn eigenlijk de scheuren die eigenlijk geretoucheerd zijn. En wat we kijken naar het verschil van de retouche. Dus eigenlijk de verf die in de jaren 70 is aangebracht. En het originele verf van Rembrandt. En je ziet dat daar ook zeker. Het is donker, het glans meer. Dat valt duidelijk op. Ja, en hoe gaan jullie dat nu... Zijn jullie al uit hoe jullie het gaan behandelen? Nee, dat is wat we onderzoeken. Maar wat je wel ziet, ook als je met de stemmerscopie in detail kijkt, zie je dat de retouche eigenlijk ook over de originele verf van Rembrandt heen gaat. Hè? Op het moment dat we dat zouden gaan behandelen, is onze filosofie dat we eigenlijk zoveel mogelijk verf van Rembrandt zichtbaar halen. Dus dat betekent dat wij dat meer terugbrengen en dat op een andere manier retoucheren dan dat in de jaren 70 is gebeurd. Ja, om te laten zien hoe ernstig de schade was die in 1975 werd aangebracht aan het schilderij, zijn we ook weer even bij Esther van Duin langs geweest. Om ook daar met over te praten. Op 14 september 1975 werd Rembrandts nachtwacht met een mes ernstig beschadigd. 7 sneden gingen daarbij deur en deur. Het zwaarst beschadigd is het schilderij in het midden, waar tussen de benen van de hoofdfiguur Banningkok een centimeters brede strook is weggesneden. Een andere strook van zeker een halve meter lengte is loskomen te hangen. Je moet bij dit soort dingen niet te lang wachten. Want anders bestaat de mogelijkheid dat op die beschadigingen het doek gaat uithangen. Dat moet een hele lastige klus zijn geweest voor de restaurator. Want hij moest ad hoc bedenken hoe hij dit ging aanpakken terwijl die sneden in dat doek zaten. En ik heb heel veel bewondering voor hoe dat is aangepakt in die tijd.
ze hebben een washartsbloeding uitgevoerd. En daarna zijn ze het schilderij aan de voorkant gaan restaureren. Tijdens de restauratie in 1975 en 1976 kon het publiek meekijken. Dat was voor het eerst in het Rijksmuseum. En de reden was dat het schilderij gewoonweg te groot was om naar het atelier te verplaatsen. Maar ook, het was een belangrijk stuk, dus men wilde het zichtbaar laten voor het publiek. Maar wat leuk is, is dat als de restauratoren aan het werk waren, gingen de gordijntjes dicht. Dit is ons kleine mini-museum in het, van ons eigen atelier. Hierin staan allemaal voorwerpen die vroeger tijdens de restauratie zijn gebruikt. En wat ik even wilde laten zien zijn deze strijkijzers die in het verleden bij washarsbedoekingen werden gebruikt. Ja, bij dat strijken gaat het erom om de gestolde specie weer opnieuw te smelten. Het is een vreselijk vermoeiend werk. En in dit geval duurt het ook lang. En wat ook heel leuk is, helemaal onderop ligt een borstel. Daarmee werd de was en de hars ingewreven in het doek. En je ziet dat hij nog vies is van gebruik. Het is heel belangrijk om de geschiedenis van de nachtwacht te kennen. Omdat alle onderzoeken die momenteel uitgevoerd worden op zaal, de resultaten daarvan moet je interpreteren. En in die interpretatie is het heel belangrijk om te weten welke restauraties er in het verleden zijn uitgevoerd en hoe die zijn uitgevoerd. Het leuke is dat Esther, die we uitgebreid zien in het filmpje, die zit nu ook achter jullie, hè? Is aan het werk. Ja, die is echt aan het werk inderdaad. Zo zie je dat dus mensen doen niet maar één deelonderzoek eigenlijk, hè, van operatie Nachtwacht. Ze hebben onderzoek naar de restauratiegeschiedenis, maar ze doen dus ook nu de stereomicroscopie. Ja, om even aan te geven, iedereen van ons team doet nu de stereomicroscopie. We hebben Esther die naar de restauratiegeschiedenis specialist is, maar daarachter zit Joen Hermans die een chemicus is. Zo zie je dat ook verschillende disciplines met elkaar samenwerken. Maar iedereen moet naar het schilderij kijken om te snappen waar we naar kijken, maar ook de data beter te kunnen interpreteren. Ja, als we even terugkijken naar dat filmpje, op een gegeven moment zien we dat daar ook een soort glazen huis om de nachtwacht was gebouwd in de jaren 70. Maar wel met gordijntjes die nog dicht gingen als ze aan het werk gingen. Ja, dat is inderdaad een andere opzet die ze in die tijd hadden. Iemand deed de gordijnen open als de restauratoren pauze hadden. En als ze weer aan het werk gingen, dan gingen de gordijnen dicht. Ja, ja, dat is wel anders dan hoe het nu gaat. Het is totaal anders. Nu mag iedereen alles zien wat we gaan doen. Ja. Ja. Wat we ook zagen was dat er bij die restauratie een nieuwe bedoeking werd aangebracht. Met washars, ik hoop dat ik het goed kan uitspreken. En dan zie je ze met die strijkbouten, zie je dat eigenlijk. Het moet niet verwarmd worden, hè, want dan wordt het wat vloeibaarder en dan gaat het beter ook hechten en erin. Ja, ik begrijp dat wel zijn weerslag heeft op het werk. Nou, je ziet Leidse Kuiper die bedoeking aanbrengen, maar dat is niet de eerste bedoeking die het schilderij heeft gehad. We weten het niet helemaal zeker, maar in elk geval twee bedoekingen heeft hij daarvoor nog gehad. Ja, in de jaren 40, hè, bij de illustratie die we ervoor hebben gezien. Ja, werd er inderdaad ook een bedoeking aangebracht. En toen heeft men een oude bedoeking verwijderd. Wat daarvoor precies is geweest, dat is heel lastig. Omdat dat niet heel duidelijk in de archieven werd beschreven destijds. Of in stukken. Maar dus Luitse Kuip heeft niet die allereerste bedoeking uitgevoerd. En dit is dus zeker de derde of vierde bedoeking. En het is een behandeling die we eigenlijk vandaag de dag niet meer zouden doen op die manier. Maar toen de tijd heel gewoonlijk was. Hè? En heel even voor mensen nog uitleggen wat dat precies inhoudt, bedoeking. Want het zit al op een doek natuurlijk, het schilderij. Ja, inderdaad. Dus dat originele doek waar Rembrandt op heeft geschilderd, dat is na verloop van tijd niet stevig genoeg meer. Dat zakt misschien een beetje door. En om dat te verstevigen, plak je daar een extra doek achter. Een steundoek eigenlijk. Ja, en dat plaksel wat je gebruikt, dat is een mengsel van washars. Maar je kan ook andere lijmtypes gebruiken om dat extra steundoek erachter te plakken. Ja. En als je nu naar het schilderij kijkt, zie je ook nog dat steundoek. Dat is het lichte randje wat je om het schilderij heen ziet. Dat is dat bedoekingsdoek uit de jaren 70 wat ze hebben aangebracht. Ja. Maar wat ik al zei, die was en die hars, die heeft al zijn weerslag op het schilderij zelf. En daar heb ik een afbeelding van. Mm-hmm. Wat zien we hier precies? Dat denken we eigenlijk. Hè, om even te vergelijken met, hier zie je twee details. Dit is de nachtwacht en dit is de kopie van de nachtwacht. Lundens, die naast de nachtwacht gaat.
En als je kijkt naar een hoogsel eigenlijk en verschillende kleuren, zie je dat het contrast enorm groot is. Terwijl Lundens, je ziet dat die overgangen veel gelijkmatiger gaan. Wat Rembrandt deed, Rembrandt gebruikte zijn grondering in zijn compositie. Dus je had een bepaalde middentoon en die gebruikte die als kleurnuance. Op het moment dat die grondering verzadiger raakt, dus die wordt eigenlijk donkerder, wordt het contrast groter. En waarmee raakt het dan verzadigd? We vermoeden met die washarsbedoeking. Dat eigenlijk door die grondering eigenlijk geabsorbeerd wordt. Je ziet ook dat die achterkant en aan de voorkant eruit komt. Dus je plakt met die was, plak je dat doek erachter. En die was eigenlijk, die gaat door het originele doek heen, trekt die zeg maar in die grondlaag van de verf. Ja, je moet eigenlijk, dat is net als een spons, het absorbeert die washas. En het komt aan de bovenkant, is het zichtbaar. En dat is wat we vermoeden wat hier gebeurt. Ja, we hebben ook een afbeelding hè, van die grondlaag. Ja, het is belangrijk. Ja, die grondlaag die Rembrandt voor de nachtwacht heeft gebruikt, dat is eigenlijk een heel bijzondere grondlaag. In 1642 is de nachtwacht geschilderd en Rembrandt gebruikt daarvoor het eerst, wij noemen dat een kwartsgrondering. Daar is al eerder onderzoek naar gedaan door onder andere het Rembrandt Research Project en Karin Groen. Die heeft onderzocht dat hij hier een type grond heeft gebruikt, wat eigenlijk geen enkele 17e eeuwse Nederlandse kunstenaar ook gebruikte. Dus hij is hier totaal wat anders gaan doen dan wat hij in die voortijd heeft gedaan. En belangrijk is te noemen wat eigenlijk de rol van die grondering is. Hè? Dat is natuurlijk eigenlijk de eerste laag die je aanbrengt op een doek. Zodat je daar vervolgens je schildering of je tekening aan kan brengen. Want op het doek zelf kan je natuurlijk niet tekenen. Dat is veel te grof. Ja. Dus werd eigenlijk standaard op een doek een eerste grondlaag, vandaar de naam grondering, aangebracht. Waar vervolgens de compositie op aangebracht werd. Ja. En hij gebruikt dus een hele andere grondlaag dan wat gebruikelijk was eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. En dat is ook ontzettend bijzonder nu dat Rembrandt dus bezig was met een nieuwe toepassing van zijn materialen. Waarschijnlijk ook heel economisch, inderdaad. Om klei te gebruiken. Dus dat is ook niet weer zo duur. Ja. En die afbeelding, als we nog even terug kunnen even krijgen, terug? Wat zien we daar nou precies op? Spannend. Ja. Als je komt, wat je hier ziet, dit is eigenlijk zo'n verf dwarsversneden. We hebben een stukje van die je vorige week hebt laten zien, hè? Die blokjes. Dit is een klein stukje uit het schilderij van de nachtwacht. Het schaal. Ja, dat is heel klein. En dit is eigenlijk de grondering. En we krijgen eigenlijk tegen de zijkant van de grondering aan. Mm-hmm. En we zien hier eigenlijk allemaal deeltjes zitten, de pigmentdeeltjes. En dit is bijvoorbeeld kwarts. En dit is bijvoorbeeld een ander mineraal, veldspaat. Zo zien we eigenlijk al die kleistukjes zien we hier en hierin zitten. En daar lezen wij heel veel uit af. Dus hier zie je eigenlijk die kleilaag, de eerste grondering zitten. En kan je nou ook zien dat die laag die washars heeft opgenomen? Zie je dat hier ook in? Dat zien we niet in deze techniek. Daarvoor gaan we in de volgende maand heel geavanceerde technieken gebruiken om te kijken, kunnen we dat visualiseren? Heel moeilijk, heel uitdagend. Ik weet niet of het gaat lukken, maar we gaan in ieder geval een poging wagen om die wasbedoeking in die grondering zichtbaar te maken. Ja. En is het dan ook nog überhaupt mogelijk om dat er weer op een of andere manier uit te krijgen? Ja, dat is weer een heel andere vraag. Eigenlijk of we dan actie daarop moeten ondernemen. Dat weet ik niet of dat per se nodig is. Ja. Daar moet natuurlijk verder over naar gekeken worden. Ja. Ik heb een vraag binnengekregen van Sanne. Die vraagt van, jullie zijn nou zo lang bezig met dat onderzoek aan doen. Hebben jullie niet gewoon eigenlijk ontzettend veel zin om te beginnen met de daadwerkelijke restauratie? Jij als restaurator. Ja, voor jullie als publiek lijkt het misschien dat we lang bezig zijn met dat onderzoek. Maar eigenlijk hebben we nog steeds niet alle antwoorden op de vragen die we hebben. Ik heb nog geen zin om te beginnen omdat ik nog niet weet wat ik moet doen. We moeten eerst meer antwoorden krijgen op de vragen die we hebben voordat we die restauratie kunnen gaan doen. Dus voor mij is het eerst echt alleen nog dat onderzoek en ook als team dat we dat onderzoek gaan doen voordat we die restauratie echt kunnen gaan uitvoeren. Ja, want van dat onderzoek hangt heel veel af, hè? Op welke manier we dat gaan doen. Absoluut, wat we precies heel gaan veel. Doen. Ja, eigenlijk alles. Gewoon. Ja. Michiel die vraagt van, wat heb je er nou precies aan om zo diep in een schilderij te kijken? Zoals we bijvoorbeeld net zagen, hè, met zo'n fragmentje hadden we er dan uit hebben. Wat heb je daar nou eigenlijk aan? Ja, zoals Jeanne al aangeeft, je wilt eigenlijk heel veel kennis verzamelen. En we kunnen wel gewoon kijken, maar we hebben echt ook nodig, hoe zitten die materialen in elkaar? Hoe zitten ze met elkaar in elkaar? Hoe is het veranderd? Dus je moet er helemaal induiken om je vragen te kunnen beantwoorden. Hoe kunnen we het beste schoonmaken? Hoe kunnen we het beste behandelen? Dus ook al lijkt het heel, heel diep, voor ons is het eigenlijk essentieel om te weten welke alle bouwstenen
er zijn en vervolgens hoe die in elkaar zitten. Ik heb nog een vraag, komt er binnen. Nanette die vraagt, werken jullie ook samen met andere onderzoekers van andere musea? We hebben een heel team aan onderzoekers inderdaad. We werken niet alleen met andere musea, maar we werken ook met andere onderzoeksinstituten inderdaad samen. Bijvoorbeeld, we gaan een 3D-opname maken van het schilderij, of verschillende opnames eigenlijk. En dat doen we samen met de Technische Universiteit in Delft. Ja, dus er zijn er heel veel inderdaad, dat is één voorbeeld van een samenwerking die we, die we hebben. Er zijn er vele van, hè? Ja, inderdaad. Amsterdam UMC doet mee, geloof ik, toch? Ja. Julie die vraagt, als de nachtwacht straks klaar is, welk schilderij zou je dan graag willen gaan onderzoeken? Nou, ik denk, wat wij heel graag ook willen, we hebben natuurlijk, nachtwacht maakt natuurlijk oorspronkelijk deel uit van een ensemble. Hè? Dat zijn twee andere schilderijen waar die naast geplaatst wordt. Dus ik denk om de functie van de nachtwacht en het complete beeld te krijgen, denk ik dat een hele logische stap is om de... Nou ja, eigenlijk niet alleen die twee schilderijen die op dezelfde muur, maar alle schilderijen die in de kloveniersdoelen te zien waren in de 17e eeuw, waarvoor de nachtwacht is gemaakt, ja, die zouden we eigenlijk aan net zo'n diepgravend onderzoek als wat we met de nachtwacht doen willen onderwerpen. Ja. Ja. Dat klinkt als heel spannend onderzoek. Ja, dat zou heel leuk zijn. Het is goed om te beseffen, omdat het natuurlijk een ensemble is. Hè. We kijken natuurlijk naar één schilderij, maar je wilt eigenlijk natuurlijk de hele context snappen. Ja. Waarom een schilderij tot stand gekomen is en onder welke condities. Ja. Goed. Volgende week, laten we even vooruitblikken. Wat gaan jullie de komende week allemaal doen? Nog steeds de stereomicroscoop? Ja, we gaan deze week nog door met de stereomicroscoop. Ik bedoel, het is een heel groot schilderij. Er zijn heel veel gebieden die we willen onderzoeken. We zullen waarschijnlijk na volgende week er ook niet mee klaar zijn. Maar dan gaan we verder met de fotografie. Ja, inderdaad. Op maandag en dinsdag beginnen we met eigenlijk een tussenvorm van de fotografie. Dus op een lagere resolutie, waarbij we het hefplateau gaan gebruiken. Dus om uiteindelijk die enorm hoge resolutie foto allemaal digitaal aan elkaar te kunnen plakken. En ook te kunnen relateren aan de andere afbeeldingen die we hebben. Hebben we ook een aantal tussenstappen nodig. En daarvan gaan we volgende week maandag en dinsdag zo'n tussenstap doen. Oké, dat is allemaal komende week. En dan gaan we volgende week weer met jullie over praten wat dan de resultaten zijn. Absoluut. Dan ga ik alle kijkers bedanken. En ik ga jullie natuurlijk hartelijk bedanken. Wij lopen uit beeld. Ja. Tot zover deze live update. Dank voor het kijken. Blijf natuurlijk vragen stellen over operatie Nachtwacht. Want volgende week kunnen we die dan weer gaan beantwoorden. En wil je het zelf met eigen ogen komen zien, kom dan lekker naar het museum toe en kom hier gewoon eens kijken. We zijn natuurlijk ook online te volgen. Operatie Nachtwacht op de website, maar ook op Instagram. Volgende week, dan zijn we er weer.